Met een optreden van de Amsterdamse band Dakota is de popronde van 2017 in Nijmegen officieel van start gegaan. Donderdagmiddag trapte de girlband het evenement af. Tijdens de popronde staan meer dan 100 beginnende acts in Nijmegen, onder andere bij de Wasserij in de Hertogstraat. Het gaat niet om wat wij ermee willen bereiken, het gaat erom dat hun iets bereiken. We willen ervoor zorgen dat bands uit hun eigen regio spelen. En daarom doen we het ook. Popronde duurt natuurlijk 10 weken in 41 steden. En we willen dat ze in zoveel mogelijk steden gaan spelen. Het was heel erg leuk. Ja, ja. We hebben, nou, dit zijn studenten dan, maar we hebben wel het idee dat het altijd beter aankomt of zo dan. Dus het was heel leuk. Ja. Je bent ook niet cool als je niet bent, weet je wel. Er zijn zoveel locaties ook niet cool omdat ze niet meedoen. Je bent gewoon ook niet cool als je niet bent. Zo simpel is het.